Kelfam, mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. Deze hele maand is het Kelfember. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Heb je soms ook wel eens dat je last hebt van een soort rode plek of zo? Heb je dan tussen je. Wacht even. Ja. Dus deze hele maand Kelsember, dat betekent dat ik er elke dag van de maand upload als jullie een aantal likes halen wat ik jullie ga vragen. En het aantal likes van vandaag is 5500 likes. What's good, boy? 5500 likes binnen 24 uur. Als dat lukt, komt er morgen weer een nieuwe video om 4 uur. Dus hey, ik gun jullie, gun mij. Ik maak de hele maand video's voor jullie. Het enige wat jullie elke dag hoeven te doen is even op like te klikken. En oh ja, wil je nou een kans maken op een hele persoonlijke meet and greet, zeg maar, bij je thuis? That's right. Hey. December is happening. Wil je een kans maken op een meet and greet bij jou thuis? Je meest persoonlijke meet and greet ever. Ik ga gewoon naar je huis toe op Instagram live. En je kan gewoon live zien hoe ik bij je aanbel. En dan zeggen we, hey, dan gaan we weer weg. Wil je daar een kans op maken? Dan kun je abonneren op mijn kanaal en me volgen op Instagram. Dan maak je kans op die meet and greet. En dan... In ieder geval, dat kun je doen. Dus abonneer, join de Kelfam. Volg me op Instagram. Dan kun je live zien wanneer we bij je thuis zijn. Otje, way yo, hey. Otje. Zoals veel van jullie misschien weten, is Otje mijn kat. De meest lieve poes van de wereld. Met zeg maar 38.000 fanaccounts. Meer fanaccounts dan ik. Otje heeft het gewoon verder geschopt dan mij. Hey, lekker man. Dan mij, dan ik. Was het, ja, Nederlands. Otje, waar zit je nou? Otje. Het is dag 265. Otje is nog steeds nergens te vinden. Maar ik ga door. Otje, come on. Otje, I miss you. Otje, come on. Otje. Otje. Otje, what are you doing? Wat doe jij daar? Doe jij hier? Wat denk jij? Hey, jij dacht ik kan zomaar verstoppen voor mij. Ja, bro. Oké, ga maar spelen. Hier, die is voor jou. Ik zeg je eerlijk, Otje heeft echt het beste defense mechanism ever. Otje laat gewoon scheten als hij je niet chill vindt. In ieder geval, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. Vandaag heb ik heel veel creatieve ideeën. Namelijk, nee, ze valt op zich vrij hard tegen, oké? Okay? Kijk, jullie weten, het is Kelsember. En dat betekent dat jullie 5500 likes moeten halen binnen 24 uur. Als jullie morgen weer een nieuwe video willen. En ik moet 31 video's bedenken misschien wel. Want als jullie het allemaal redden, dan moet ik 31 video's maken deze hele maand. Weet je, hoor. Ik maak letterlijk 31 video's per jaar ongeveer. En nu doe ik ze. Nee, maat. What are you doing, Kelvin? Maar ik moet 31 video's bedenken. En normaal gesproken kan ik dat hartstikke goed. Maar ik dacht, als één van de 31 nou gewoon een Q&A is, waarin ik niet zo heel veel hoef voor te bereiden, dan vindt de Kelvin dat vast niet erg, toch? Kelvin, het is niks persoonlijks. Ik wil altijd hartstikke hard werken voor jullie. Maar soms is het gewoon moeilijk om even een video'tje te bedenken. Dat doe ik wel een Q&A, oké? Okay? Maar om deze Q&A iets anders te laten zijn dan elke andere standaard Q&A op de wereld, heb ik ervoor gekozen om de diepgang in te gaan. Geloof het niet, maar ik ben best wel een diepe jongen. Ik heb gewoon intelligentie op mijn schouders lopen. Kijk, hier loopt intelligentie, daar loopt intelligentie. Zie je het niet? Oh nee, het klopt. Het bestaat niet. Ik heb VWO gedaan. Zegt dat iets? Zegt dat iets ook maar? Maar het lijkt mij leuk om een aantal vragen voor jullie te krijgen die gaan over het leven, om gewoon de diepgang in te gaan. Man, hey, je weet het, ik ben een soort van alzienend oog. Oké, dat is niet waar. Maar laten we even voor vandaag doen alsof het zo is. Let's go, Kelfam! Ik heb een hele diepe Instagram post geplaatst. Een foto waar ik heel lang mijn best op heb gedaan. Het is letterlijk gewoon. Ik heb best wel lang, ik heb er iets van 2 of 3 mensen moeten laten aanhaken om deze foto te kunnen maken. Omdat ik dacht, oké, als ik een foto plaats op Instagram, die gaat over een Q&A, die gaat over diepgang, dan moet het ook een hele diepe foto zijn. Ik heb Peter gevraagd en nog 2 andere mensen om me daarbij te helpen, om het heel erg mooi te belichten en zo, om een hele mooie, krachtige, pakkende foto te hebben. Ik zal hem even aan jullie laten zien. Yo, what's good, Kelfam? Stel de diepste vraag ooit, want ik maak een Q&A met heel veel diepgang. Let's go! Aangezien mijn editors deze maand al 100.000 miljoen video's moeten editen, ga ik ze er niet mee opschepen om dit ook allemaal in beeld te editen. Dus ik ga gewoon de vraag oplezen en dan moet je maar even goed luisteren. En dan ga ik hem niet in beeld zetten, daar heb ik geen zin in, want anders is de editor ook weer boos. Zet hij weer slaaploze nachten en zo. En dan is hij... Give an editor some space, man. Come on. Oké, mensen, let's go. Ik ben benieuwd hoe diep we kunnen gaan. Let's hit it, man. Doe Jacob Sartorius na in je video. Diepgang. Het antwoord is nee. Meer uit protest. Uit protest. Oké, we gaan door. Nooit meer douchen of nooit meer paprika eten? Nou ja, sowieso nooit meer douchen. Je kan ook gewoon in bad gaan. Hey. Bij sommige dilemma's in het leven moet je gewoon even eromheen, snap je? Soms moet je kiezen tussen 2 dingen, maar kun je er ook omheen? En in dit geval kan dat. Het is alsof je over straat loopt, je ziet een paaltje en een mens. Je moet er overheen, maar je kan er ook omheen. Wat is het grootste aantal paprika's wat je ooit hebt gegeten? Nou ja, ik denk op 1 dag ongeveer 16 of zo. Maar ik ga niet een grap. Ik maak geen joke. Er was 1 dag waarin ik opnames had voor een video met fucking veel paprika's. En het enige wat ik deed was gewoon heten en een paprika pakken en eruit happen. En op een gegeven moment was die op, pakte ik weer nieuw. Uiteindelijk had ik iets van 14 of 15, 16 aan. En even no. Dat heb je als je verslaafd bent aan paprika's. Dan ga je gewoon door. Je hebt niet eens door. Het is gewoon echt een verslaving. Tot zover de diepgang. Het gaat wel echt lekker trouwens met die diepgang. Oh, it's great. Hoort ananas op een pizza? Come on! Give me some deep, gang, man. Ik wil gewoon. Enige wat ik vraag.
daar is gewoon diepgang en dat lukt gewoon niet. We gaan praten over het leven, wat er is er na de dood en zulke dingen. Zeg maar, Jezus vraagt me bij de ananas. Ik zal voor eens en voor altijd duidelijk zijn. Ananas op een pizza is hartstikke prima. Het is hartstikke prima. Boeien ook of het kan of niet. Als je het lekker vindt, I don't care, man. Mensen die vragen soms, hey, pindakaas met hagelslag is echt een rare combinatie. Nee, als je het gewoon lekker vindt, dan vreet je het toch gewoon op. Hetzelfde met ananas op pizza. Come on, man. Ik word er gewoon boos van, man. Bel je een banaan aan de bovenkant of de onderkant? In principe moet je hem aan de onderkant pellen, maar ik doe het aan de bovenkant. Ik weet niet precies waarom, want onderkant zit altijd zo'n bruin stukje en daar heb ik nooit zin in. Dus oké, you get the point, right? Wat is de eerste ruzie die je met Nina hebt gehad? Zo, kijk, hoppakee, we hebben hem. De allereerste diepgaande vraag. Let's get it, man. De allereerste ruzie die ik met Nina heb gehad? I don't fucking even know, man. Wij hebben nooit ruzie. Oké, het is niet waar. It's not the truth, man. Nope. Ik moet wel zeggen, we hebben niet heel vaak ruzie, hoor. Ik bedoel, we zijn niet het stel wat tegen elkaar gaat schreeuwen en elkaar een dag niet spreekt of zo. Het is altijd kleine dingetjes en dan een kwartier ben je het weer vergeten en dan ben je aan het knuffelen en denk je, ah, whatever, man. Maar. Diepgang. Ja, ik denk gewoon, weet ik veel, in tijden waarin het gewoon niet zo goed ging. Maar het is wel lang geleden. Ik kan niet eens goed antwoord geven op deze vraag. Ik ben gewoon een beetje een pussy. Ik loop letterlijk vast. Ik kan gewoon niet meer. Jure Berendsen vraagt, yo bro, you like me? If you in the Kelfam, I like you. Iedereen in de Kelfam, I like you. Snap je, zo heb je al één streepje voor op mij en op de rest van de wereld. Als je in de Kelfam zit, kan je niet haten op de Kelfam, snap je? Stel er valt een boom om in het bos. Even mijn mond leeg eten. Volg Kars, zegt, hey Kars! Kars, what's good man? What's good Kars? Let's get it! Nou, er valt een boom om in het bos. Er is alleen niemand die gezien of gehoord heeft dat die is omgevallen. Is de boom dan wel omgevallen? Ik vind van niet! Ik vind het niet! Hoppakee, diepgang met Kelvin! Het leven draait om jou. Jij bestaat, alles wat jij ziet is er en alles wat je niet ziet is er niet. Het is een zwart gat. Het heelal, de aardbol, het heelal, alle verschillende universa en de kosmos zijn allemaal een figure of your imagination. Dat betekent dat je het allemaal bedacht hebt om jezelf een reden te geven om te leven. Maar eigenlijk is de enige reden waarom ik dit doe, omdat ik dit doe. En ik heb dit nooit echt gedaan. Het enige wat je ziet is een video van mij die dit doet. Maar ik heb dit nooit echt gedaan. En als ik nu mijn hand op de camera leg en ik zeg dat ik nu een hele rare bek trek, dan is dat niet zo, want je ziet het niet. En ik besta nu ook niet. En nu besta ik wel weer, snap je? Come on! Alles wat je niet ziet, alles wat je niet hoort, is er niet. Bestaat niet. Diepgang is vermoeiend. Volg Kars, goede vraag. Hey, you got this man, let's go. Welke kleur heeft je lievelingsonderbroek? Ik heb letterlijk geen lievelingsonderbroek. Ook weer geen diepgaande vraag. Come on, give me some diepgang, man. Ik wil diepgang. Ik wil diepgang. Megan X. Haza zegt, ooit nagedacht over het idee dat het universum tot nu toe voor oneindig is. Als wij door al die lichtjaren konden reizen, hadden we naar planeten kunnen gaan die nog dinosaurus heeft. Dat klopt niet. Maar ja, dat kan niet. Maar het idee dat het tot nu toe oneindeloos is, is creepy. Ooit over nagedacht, zoek het maar op. By the way, over die planeten, ze bestaan. We zijn niet de enige. Er zijn andere universa. Er zijn andere universums en dat zit allemaal in een kosmos. En dat betekent dat er andere universums zijn. Ik weet niet precies hoeveel, maar volgens mij heel erg veel. Waar ze eigenlijk precies hetzelfde op de manier zouden kunnen leven als wij. Dus we zouden gewoon in parallele universums zouden we kunnen leven op? Zou er een andere Kelvin kunnen zijn? Ik ben je vraag vergeten. Eén moment. Ooit nagedacht over het idee dat het universum tot nu toe voor ons oneindig is? Het antwoord op je vraag is ja, ik heb er ooit over nagedacht. En waarom? Om het volgende. Het is tijd voor diepgang. Ik vind dat wij ons als mensen niet zo druk moeten maken over fucking onze planeet, over onszelf allemaal. Want wij zijn een soort van, weet je wat toch, stofdeeltjes. Die dingen die zo in de lucht vliegen en dan denk je, hey, what the fuck, ik kan het niet eens zien, maar het is er wel. Wij zijn nog 10.000 miljoen keer kleiner dan een stofdeeltje in vergelijking met de kosmos en met andere universums. Dus we stellen eigenlijk helemaal geen reet voor. Dus ik heb altijd zoiets van, oké, weet je, als mensen zichzelf druk maken over dingen en over Zwarte Piet discussies en over andere dingen waar ze zich eigenlijk helemaal niet over druk zouden moeten maken, omdat we gewoon niks voorstellen op basis van de kosmos, denk ik, come on, weet je, besef even hoe klein je bent, het boeit allemaal niet. Kijk, we stellen in ons eentje helemaal niks voor, met z'n allen stellen we ook helemaal niks voor, behalve de Kelfam, cause we forever, man, let's go, let's hit it, man. Josti Tosti 55, van een vliegtuig of een berg afspringen, snap je hem? Diep gaan. Nee, ik snap hem niet. Sophie Kus zegt, QC of Nessim Defano. Tijman333 vraagt, ga eventjes lekker dansen met deze emoji. Hey, maar natuurlijk. Van de week, dit is de fruitshake. Dans maar met je fruit, maak maar veel geluid. Schudden, 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 schudden. Met je fruit, hij leef je uit.
JoranVTL. En meest onmogelijke username ooit. Wat is een doel wat je nog wil bereiken in je leven? Korte termijn. Alleen in korte termijn wil ik eigenlijk gewoon 31 video's achter elkaar maken. Serieus, dat is mijn korte termijn doel. Ik wil heel december 31 video's achter elkaar maken. Elke dag, let's go, man. Maar ik heb jullie hulp daar ook een beetje bij nodig. Dus als je deze video nog niet geliked hebt, doe dat dan nu. Want als we binnen 24 uur 5500 likes halen, dan komt er morgen gewoon weer een nieuwe video. Boy! Hey, bedankt voor het kijken. Massa.